Dit is Dim van Tablet World en we hebben een tablet in handen, de Toshiba AT100. De tweede poging van Toshiba om een tablet neer te zetten in de markt die goed ontvangen gaat worden. Dat is met de eerste niet gelukt, de Folio 100 is redelijk geflopt en de tweede poging is dus de AT100 10.1 inch tablet. Als je hem zo ziet is die redelijk dik en dat klopt ook. Hij is ook redelijk zwaar, bijna 800 gram. Ik zal er eventjes een Asus Transformer boven houden, dan kun je duidelijk het verschil zien. Het gewicht valt niet zo op, maar wel de dikte. De AT200 ligt goed in de hand. Aan de achterkant zie je dat we een visgraat motief hebben. Wat er goed voor zorgt dat het er niet uit je handen glijdt. Dus dan maakt de dikte en het formaat ook niet zoveel uit. De achterkant klinkt heel erg plasticachtig, maar dat komt omdat het een afneembare achterzijde is. Je kunt deze klep verwijderen en vervangen door andere kleurtjes. Maar ook de batterij die hier aan de binnenkant zit verwijderen en vervangen door een nieuwe of door een volle als je twee batterijen bij hebt. Grappig is dat Toshiba ervan uitgaat dat je de tablet in portrait formaat gebruikt, want alle aanduidingen en alle knoppen zijn zo gepositioneerd dat je hem eigenlijk zo zou moeten houden. Maar goed, dat kan, maar ik gebruik hem meestal zo. Hier aan de bovenkant zie je de metalen afwerking van de camera, 2 megapixel camera aan de voorzijde. Hier zitten nog 2 gaatjes met een microfoon en een bewegingssensor. Metaal loopt aan de achterkant door en dan kom je hier bij de 5 megapixel camera, er zit geen flits bij. Aan de zijkant zien we hier een aan- en uitknop, een hard- en zachte knop. De prestaties van de Toshiba AT100 zijn goed, redelijk. Wat verwacht je ervan? Wat wil je ermee? Terwijl ik de achterkant niet goed dicht krijg. Zoals je straks in de review op de site ook kunt lezen, is dat ik deze tablet vooral positioneer voor bedrijven. Vanwege de dikte, het formaat, het robuuste karakter en de batterij die je kan verwisselen. Het scherm is een beetje flat, zoals je dat ziet. Ik heb hier naast me ook de Tablet S liggen. En ja, ik weet niet of de camera overkomt. Die is veel sterker qua kleur. Er zit toch wel enigszins verschil tussen de, 9.4 en deze 10.1. Maar ik heb het idee, en je kunt het hier ook zien aan de kleur bruin, als je het ziet, dat de bovenste is wat donker en ik krijg het ook niet bijgesteld met de kleuren, zeg maar. Er is duidelijk een verschil tussen de schermen. Ik heb het idee dat de bovenste wat grover is. Goed, valt mee te werken.
Reageert goed op de aanrakingen met het beeld. Er zijn een aantal standaard applicaties meegeleverd, zoals Toshiba Places, een soort externe market waar je muziek en dergelijke vandaan kunt halen. Onder andere ook meegenomen is de Tune Wiki voor muziek. En een van mijn lievelingsapplicaties die ook is meegeleverd is Evernote. Gebruik je dat nog niet, meer echt doen. Fantastische applicatie. Ja, verder valt er weinig bijzonders te zeggen over tablet. Het is een leuke tablet die ik misschien als consument persoonlijk niet zou kopen. Maar ik kom elke week in aanraking met verschillende tablets. Voor iemand die niet zo heel veel eisen stelt aan een tablet qua beeld en dergelijke, heeft hij gewoon heel goede tablet aan. Voor bedrijven is hij ontzettend interessant. Robuuste tablet, er is het een en ander te vervangen. Het belangrijkste deel, de batterij in de achterkant, is te vervangen. Waardoor je gewoon in een wat meer ruwere omgeving kunt gebruiken. Ja, dat was een kleine review van de tablet AT100 van Toshiba.